Welkom bij de eerste video op mijn YouTube-kanaal Elke Dag Voetbal. In deze video ga ik het hebben over de nakende transfer van Van Aken naar West Ham United. De eerste vraag is natuurlijk, zal hij vertrekken naar West Ham United of zal hij blijven bij Club Brugge? Persoonlijk denk ik dat hij uiteindelijk wel zal vertrekken als West Ham de gevraagde transfersom betaalt. Het is natuurlijk zo dat als je kijkt naar hoe belangrijk dat is voor Club Brugge, dat 10 miljoen gewoon veel te weinig is. Als je kijkt naar het feit dat ze 35 miljoen plus bonussen wouden betalen aan de speler die eigenlijk niet zo vaak aan bod kwam bij zijn oorspronkelijke club Lille Onana, dan kan ik alleen maar vaststellen dat ze waarschijnlijk minstens 15 of 20 miljoen willen voor Hans Van Aken, wat ik zeker kan begrijpen. Zien wij dat hij ook redelijk vaak scoort voor een centrale middenvelder. Dus ja, als ze hun transfersom willen verhogen, is er absoluut meer kans. Hans Van Aken wil zelf ook wel gaan, want David Moyes heeft al gebeld met Hans Van Aken om te zeggen dat hij gelooft in de speler, dat hij gelooft in de capaciteiten van Hans Van Aken. En hij heeft altijd gezegd van, ik wil niet gaan meespelen voor de degradatie en ik wil ook niet bij een gekke sluiter voetballen. Of een mindere ploeg die zeg maar echt niet veel mogelijkheden heeft. West Ham United speelt Europees voetbal, ze spelen Conference League. Nu staan ze wel laatst in de Premier League, in de degradatieplekken al sinds. Maar dat wil nog niet zeggen, want het is nu nog maar net gestart. Maar ik denk wel, als West Ham doorduwt, Hans Van Aken kan zijn zin krijgen, dan denk ik wel dat hij gewoon naar Londen zal gaan. Het is een mooie club, speelt tegen de topclubs. Je kan spelen tegen City, tegen Liverpool, met wereldsterren. Ik denk dat hij dat zelf ook wel wil hebben. Het meest belangrijke, wat ik zeker nog moet vermelden, is natuurlijk het WK in Qatar. Hij heeft al gezegd dat hij graag zou spelen en misschien zelfs als basisspeler nu. Als hij dat wil doen, gaat hij moeten maken dat hij uiteraard in een hogere competitie speelt dan de Belgische, want het tempo hier ligt gewoon veel te laag. Kijk naar hoe dat bijvoorbeeld Kortrijk speelt of Cercle Brugge of Eupen. Dat zijn ploegen die, met alle respect, gewoonweg heel traag voetballen. Heel veel stilstand. In de Premier League is bijna 90 minuten intensiteit. Sta nooit stil. Je moet constant lopen, constant bewegen. Zelfs als het wat trager gaat, is er constant beweging, constant een pas naar voren. In België kun je soms nog bijna stilstaan en een keer naar achteren spelen en langzaamaan opbouwen. Maar als je tegen Duitsland moet spelen, tegen Frankrijk, tegen Italië is er nu niet bij, maar als je moet spelen tegen de topland, Brazilië, Kroatië, dan ga je maken dat je echt top bent en dat je intensiteit kunt doen op het veld. En ik denk dat een transfer naar de Premier League daar hem zeker een rol zou kunnen spelen. En ik denk ook wel dat hij bij de club zou passen, want hij is niet echt zo'n technische speler met heel veel dribbles en heel veel show. Hij is meer een bedeesde middenvelder met de juiste keuzes. Hij weet wanneer dat hij de pas moet geven, wanneer dat hij moet lopen. Hij kan wel verstandig omgaan als het een keer wat minder gaat in de ploeg. Snel spelen, snel kunnen denken, dat is allemaal geen probleem voor Van Aken. Oké, hij komt misschien soms wat houterig over, maar ik bedoel, er zijn ploegen in de Premier League die veel minder technisch zijn en die het meer hebben op kracht en op lopen. En ik denk dat West Ham United daar wel bij hoort. Dus op zich denk ik zeker dat dat wel een goede match zou zijn voor Van Aken. En ik hoop ook dat als hij gaat, dat hij toch nog een paar mooie jaren kan hebben. Hij is ook in de prime van zijn carrière, dus ik wens hem zeker het beste toe. En ik hoop ook dat hij ook voor het nationaal elftal goed kan spelen en dat we een mooie prestatie in Qatar kunnen neerzetten. Bedankt voor het kijken naar deze eerste video op mijn kanaal. Vergeet zeker niet te abonneren. Like als je het een goede video vond. En laat ook je mening over deze mogelijke transfer in de comments. En ik zie jullie in de volgende video.